Lieve mensen, met Christel, ik ga even een liefdesbrief voorlezen van God, onze Vader. Deze brief heb ik vertaald van iemand anders uit Amerika. En ja, ik voelde dat ik deze ook in het Nederlands moest vertalen. Dus ik heb gisteren hulp te schrijven. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar het valt mee, denk ik. In ieder geval, dit is een intieme boodschap van het hart van God. Een liefdesbrief van God. Mijn kind, je weet misschien niet wie ik ben, maar ik weet alles van jou. Ik weet wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Ik ken al je manieren van doen en laten. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Je bent gemaakt naar mijn beeld, naar mijn aangezicht. En in mij leef je en beweeg je. Je bent mijn nakomeling. Ik ken je, ik heb je gekozen toen ik de schepping plande. Je was geen vergissing, want al je dagen staan opgeschreven in mijn boek. Ik heb de exacte tijd van je geboorte gepland en bepaald waar je zult wonen. Je bent prachtig gemaakt. Ja, als je denkt aan ons lichaam, hoe prachtig dat gemaakt is, hè, door het universum. Ik heb je laten ontstaan in je moeders baarmoeder. Ik ben geen afstandelijke of boze God. Ik ben de volledige uitdrukking van liefde. Ik wil mijn liefde uiten, omdat jij mijn kind bent. En ik jouw vader. Ik bied je meer dan je aardse vader ooit zou kunnen doen. Ik ben de perfecte vader. Elk goede en perfecte geschenk dat je ontvangt, komt van mijn hand. Ik ben je kostwinner en voorzie je van alle behoeften. Mijn plan voor de toekomst is altijd vervuld van hoop, omdat ik van je hou met een eeuwigdurende liefde. Dan ga ik even verder. Mijn gedachten over jou zijn ontelbaar als gezand aan de kust. Ik zal verheugd voor je zingen. Ik zal nooit stoppen om goed voor je te zijn, want jij bent mijn dierbaarste bezit. Ik zal je grote, prachtige dingen laten zien. Als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij ook vinden. Verlang naar mij in verrukking. Ik zal je de verlangens van je hart geven, want het is ik die die verlangens geeft. Ik ben in staat meer te doen dan je kunt voorstellen, want ik ben je grootste aanmoediger. Ik ben ook de vader die je troost zal geven in al je problemen. Als je hart gebroken is, zal ik dichtbij zijn. Als een herder die het lam draagt, draag ik jou dicht bij mijn hart. Op een dag zal ik al je tranen wegvegen van je ogen. Ja, van je gezicht doen we dat ook, hè. Ik zal al de pijn wegnemen die je hierdoor hebt geleden. Ik ben je vader, ik hou van je net zoals ik van mijn zoon hou, Jezus. Hij is de precieze weergave van mijn wezen. Hij kwam om te laten zien dat ik voor je bent en niet tegen je bent. Jezus stierf zodat jij en ik verzoend konden worden. Zijn dood was de ultieme uitdrukking voor mijn liefde voor jou. Ik heb alles opgegeven waar ik van hield, zodat ik jouw liefde zou kunnen winnen. Jouw liefde. Als je het geschenk van mijn zoon Jezus ontvangt, en zal niets je ooit scheiden van de liefde meer. Kom thuis. En ik geef je het grootste feest dat de hemel ooit gezien heeft. Ik ben altijd je vader geweest en dat zal ik altijd zijn. Mijn vraag is, wil je mijn kind zijn? Ik wacht op je. Nou, hoe mooi is dat, hè? God wacht op je. Hij is je vader. Hij wil graag dat je thuis komt. Hij wil graag dat je gelooft ook in het bloed van Jezus. Zijn offer. Hij heeft zijn enige zoon naar de aarde gestuurd. Voor de zonde van de mensen is weer opgestaan. En ja, dat heb je niet voor niks gedaan, hè?
En het is niet heel lang geleden, maar hij deed het voor, uit liefde voor zijn kinderen, omdat de aarde best wel heel veel zondige mensen eigenlijk rondlopen. Eigenlijk niemand is zonder zonde. En doordat Jezus zijn bloed heeft gegeven, kon hij dus de mensen vergeven. Dus geloof in Jezus in zijn bloed. Dat is je redding. Zoek die verbinding met je Vader, de God. En geloof in Jezus, dat offer. En dan mag je ook mee straks met de rapture. Hoef je al die verschrikkelingen van de aarde niet mee te maken. Durf alles los te laten. En ga vol vertrouwen de weg die God jou geeft. Want hij kent je door en door. Hij heeft je geschapen. Hij heeft je hier op aarde gezet. In een bepaalde plaats. Bij bepaalde ouders. Daar heb je misschien nog inspraak over gehad. Bij wie je wou zijn. Het land wat hij geschikt vond voor jou. Hè? Dus, en wij zijn best wel gezegend met dat we in Nederland wonen. Best wel een welvarend land vergeleken met Afrika of andere landen. De meesten van ons hebben het ook hartstikke goed. Dus wees dankbaar voor wat je allemaal hebt gehad van God. Zie hem als echt je vader. Zoek die verbinding op. Heel belangrijk om steeds elke dag dat contact te zoeken met het universum, met God, met Jezus. Bedank ze ook voor alles wat je hebt. Niet alleen in noten. Maar bedank ook alles wat ze je hebben gegeven. Alle lessen die je geleerd hebt. Ja, alles waar je dankbaar voor mag zijn. Ook voor de zware lessen. Hè? Want heb je toch een beter mens gemaakt, hè? Die zware lessen. Dus misschien ben je wel in staat van verlichting, hè, nu. Doordat je alles meegemaakt hebt en... Dan voel je ook die liefde in je hart, hè. Dat straal je dan ook uit. Dat voelen ook andere mensen. Omdat steeds meer liefde in je hart komt. God geeft je steeds meer liefde in je hart. Zodat je ook andere mensen kan verlichten misschien in je omgeving, hè. Dan denk je ook van, ja, ondanks alles straalt deze persoon heel veel liefde uit. Heel veel licht uit, hè. Wat ook gebeurt in de wereld. Ja, omdat jij vervuld bent van God en Jezus in je hart, hè. Dus, goed, ik laat het hierbij. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop dat je het leuk vond. En mooi vond. Tot de volgende keer. Doei!